Trapinch, Pipluppi. Oeh, yo, Nintendo fans. We hebben een Arceus special vandaag. Ja, lekker doosie. En nog een lekker doosie. Oh, check dit. Zo vet. Vind je dit ook vet? Doe een duimpje omhoog. Want bij 1000 duimpjes gaan we volgende week nog een keer Pokémon kaarten uitpakken. Laten we kijken wat er in het kistje zit. Ja, dit blijft altijd wel tof hoor. Er zitten 3 promokaarten in. Eentje van Rowlet, eentje van Oshawott en van Cyndaquil. Natuurlijk de starters uit Pokémon Legend Arceus. Die van Rowlet is mooi man. Dit is net een soort schilderijtje. Er zit ook een wit muntje in. Best wel cool. We hebben grote stickervellen van Arceus, Cyndaquil, Rowlet, Oshawott. Superleuk. En er zit een boekje van Arceus bij. En daar kan je gewoon in tekenen of in schrijven. En dan is er ook nog een mapje waar je Pokémon kaarten in kan doen. Ja, die schatkisten blijven toch wel leuk altijd. En dan hebben we 2 Brilliant Stars pakjes en 3 Fusion Strike pakjes. Ik wil een keer zo'n Gengar. Wie weet zit hij in het Gengar pakje. Waar we beginnen met een Grass Energy. Metapotje. De Battle VIP Pass. Togedemaru! Ik vind deze best wel leuk. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik deze heb. Ik denk dat ik hem wel heb, maar ik kan hem niet herinneren. Tynamo. Zorua. Shellder. Dan hebben we... Caterpie. Een Drillbur. Oh, er zit wel wat moois in gelijk volgens mij. We hebben hier de Reverse Helioptaal. Oh, wat zit erin? Wat zit erin? Ja, er zit wat moois in. Er zit wat moois in. Dit is een Cinderace V-kaart. Het is dan geen Gengar, maar wel een Cinderace. Gelijk wel een lekker begin van deze video. Gelijk een V-kaartje in de pocket. Hoppakee. Ik ben er blij mee. Nice. Het tweede Fusion Strike pakje begint met Breloom. De volgende kaart is een Cross Switcher. Dan hebben we Eldegoss. Goeie Pokémon ook in Pokémon Unite trouwens. Pampoor is de volgende. Sewaddle. Een Skarmory. Dan hebben we hier Jinx. Oh my gosh, de Jinx kaarten worden wel echt steeds lelijker. Hè? Deze is ook echt niet te doen. Een Mantine is de volgende. De Reverse is Buneary. En daarnaast hebben we als laatst een Vika Voltje. Ik ben die Fusion Strike pakjes helemaal vergeten, joh. Ik kan al deze kaarten niet meer herinneren. Alsjeblieft, jullie krijgen weer een codekaartje. En het laatste Fusion Strike pakje in deze mooie schatkist begint met een Dracloak. Dan Corvusquire. Shawn. Galarian Darumaka. Indeedee. Een Growlithe. Een Phalanx. Een Morpeko. Deze is wel cool. Morpeko kan soms zo boos zijn, hè. De reverse is een Elisa Sparkle. En als laatst hebben we Latios. Die kan ik me wel herinneren. Deze hebben we echt al heel vaak. Het zou lekker zijn als we uit deze Brilliant Stars pakjes nog een mooi kaartje halen. Maar we hebben ook nog deze supermooie box. Ik heb zin om deze ook uit te pakken. Laat even weten welke jij liever zou willen hebben. Liever de schatkist of liever deze box. Brilliant Stars, let's go. We beginnen met Hitmontop. Magma Basin. Crawdant, een Execute, Grimer, vervolgens Clefairy, we hebben hier een Bidoofy, een Electabuzz, een Gabite Reverse en als laatste hebben we, oh nee, een Breloom. Oké, het eerste en het laatste pakje een mooi, dit moet hem worden. Als ik jullie de codekaart gun, zou het pakje mij dan een goede kaart gunnen? We gaan het zien jongens, we hebben Electric Energy, oh, opnieuw Crawdant, die hadden we net ook, een Ultra Ball, dan daarna Tropius, de volgende kaart is Turtwiki. Sneezeltje, Klinky, een Spiritompie, Exu, een Reverse Torterra en als laatste, ik durf niet kijken. Ah, Drudigan. Maar we hebben in ieder geval wel deze Cinderace. Oh, de achterkant van deze box is ook zo mooi. Dit glimt helemaal. Nou ja, we gaan het maar gewoon openmaken. Oh my gosh, hier zit zo'n mooie promokaart in. Kijk deze kaart. Kijk hem hier vliegen voor die berg. Echt een soort van Lion King scène. Je ziet hier ook Bidoofs kijken en Starlies vliegen eromheen. Ja, wel echt een van de tofste promokaarten die ik heb tot nu toe in mijn collectie hoor. Ja, en dit is ook sick. Gewoon een figuurtje van Arceus. Love. Ah, echt een mooi boxie dit. Oeh, Cosmic Eclipse. Dat is lang geleden. Verder zitten er 2 Brilliant Stars pakjes in en 1 Chilling Rain pakje. Oh, Cosmic Eclipse, die gaan we tot het laatst bewaren. Laten we voor Brilliant Stars gaan. Kan natuurlijk gewoon weer een Charizard in zitten, hè jongens. We beginnen met Beartic. Dan Roseanne's Backup. Een Floatzel. Best wel een leuke, vrolijke kaart. Like it. We hebben hier Sock. Dan Cherubi. Een Riolu. Starly, die hebben we al vaker gezien. Spiritompie, ook in deze serie. De Cleansing Gloves. En als laatst, Electivire. Kom op, gun me nog een goede kaart. Psychic Energy. Dan, Staravia. Floatzel. Opnieuw natuurlijk dezelfde serie. Brilliant Stars, de Hunting Gloves. Chimekle. Een Gibble. Een Turtwig. Trapinch. Pipluppi.
Oeh, Dusknoir, de trainerkaart. Of nou ja, de trainer gallery kaart heet dit natuurlijk. Er zijn er in totaal 30 van. En ik geloof dat ik er nu een stuk of 5 heb. Deze had ik nog niet, Dusknoir. Oeh, hier ben ik best wel blij mee. Dit vind ik nice. Cool. En als laatst, een Motin. Deze is wel sick. Super blij mee. Dan hebben we hier een pakje Chilling Rain. En daarvan gun ik jullie weer de codekaart. Let's go, Electric Energy. Curlia. Een Clara trainerkaart. Brawly trainerkaart. Deerlinky. Dan Sneezeltje. Wat is die aan het doen hier met die Abomasnow? Ik heb geen idee, maar het ziet er leuk uit. De volgende. Oeh, Galarian Farfetch'd. Ouwe Zaggerijn. Een Furfru. Een Vanipede. Reverse Snorunt. En als laatst de Scollipede. Oké, ik denk echt dat hier wat moois in zit. Ik geloof in je. Een Cosmic Eclipse pakje van Sun and Moon. Spannend! We hebben Ambipom, Torkoal, Probobass, Swirlix, een Drillbirdje, Koffing, Snorunt, Alolan Sandshrew en een Rid Reverse. Dit is wel een mooi kaartje. Niet een hele bijzondere Pokémon, maar wel gewoon een leuke kaart. En als laatste... Nou, Drampa. Maar hé, we hebben wel mooie cadeautjes gekregen. En ook wel een paar leuke kaartjes. Deze Dusknoir bijvoorbeeld. Deze promokaart van Arceus is super cool. En we hebben ook nog een Cinderace gekregen. Een Cinderace V. Het komt beter. Maar ja, weet je, dat heb je soms ook als je Pokémon kaarten koopt. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Doe duimpje omhoog. Want bij de 1000 duimpjes ga ik deze 2 boxen nog uitpakken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!